Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 521. Straks dan horen we muziek van Sharon Kipps. Je gaat wat voor ons zingen, hè? Twee nummers. Ja. Onvoorwaardelijk, zei het je nieuwe cd. Klopt. Je bent naar Nederlandstalig overgestapt. Ja, ja. Voelt dat lekker? Heerlijk. Ja, ja? Ik zing al een paar jaar al dat ik echt gewoon Nederlandstalige liedjes zing tijdens mijn concerten. En ik merkte iedere keer dat mensen dan na de dienst naar me toe kwamen en zeiden van joh, dat vind ik zo gaaf dat je Nederlandstalig zingt. Want dat is gewoon de moedertaal, dat raakt, komt meteen binnen. Direct het hart in. Je hoeft niet meer te vertalen. En dat geldt voor mijzelf zelf ook hoor. Als het gaat om inleving in mijn eigen liedjes, merk ik dat het veel dichterbij komt nog in mijn eigen taal zingen. Het is gewoon, ja... Een stukje enger, zelfs een stukje toch. Enger. Het is veel dichterbij voor jou en voor degene die het hoort. Precies. Ja. Nou, we gaan straks luisteren. We zijn nu al nieuwsgierig. Okay. En straks vertelt Ron van der Spoel het een en ander over de Nacht van Gebed en de zondag voor de vervolgde kerk. Maar eerst gaan we naar die foto waarvan we net al iets zagen. Als je denkt dat je weet wat je ziet, zeg het maar, roep maar. Het is nu nog één grote blur. We hebben hem goed beschadigd en die foto herstelt zich in 30 seconden. En als je denkt dat je een gevoel hebt van... Oh, ik denk dat ik het weet. Sharon denkt... Ja, die... Ja, precies. Oh, die brug. Die brug. Die is ingestort. Met al die, hoe noem je dat, romantische... Ja. Hoe heet het weer? Die slotjes. Ja, ja, slotjes, hè? Ja, daar hebben ze zo'n naam voor. Maar die, dat klopt. Ik heb gelezen dat die is ingestort. Nieuws. Ja, hij staat in ieder geval. De liefdesloten die, van de verliefde stelletjes. Dat wordt dan het een en ander ingegraveerd. Nou, je ziet er van alles op staan. Dit is één helft van de brug. Een brug in Frankrijk, in Parijs. En mensen die komen daar en doen dan dus een slot aan die brug en daarmee bezegelen ze hun liefde voor altijd en eeuwig. Ja. Klik. En dan gooien ze het sleuteltje in het water. Dus er is ook erg veel metaal in het water. Ja. Maar er hing ook te veel metaal aan de brug. En die brug had zoveel overgewicht, was je niet op berekend. Ja. Dus hij staat op instorten. Een deel, het is wat ik dacht. Ik dacht dat een deel al... Ze hebben geteld dat er 700.000 hangsloten aanhangen. En hij is nu aan het kapot gaan door het gewicht van al die sloten. Ja. Er is niemand gewond geraakt. En ze proberen hem morgen of vandaag weer te openen. Maar er moeten wel hulpstukken bij komen. Ja. Zo zie je maar weer hoe de liefde werkt. De scène, daar stroomt onderdoor. Die ligt dus vol met sleuteltjes. Ja. Hoeveel van die slootjes zijn nog rechtsgeldig, zeg maar? Ja. Zouden er ook heel veel verbroken liefdes zijn? Dat zou best, vast, hè? Ja. Ik zou me zo vrees het wel, ja. 700.000, een derde loopt mis. Ja. Ja. Nou ja. Goed. Het is ook heel erg duur als je verkering uit is om dan weer naar die brug te gaan om met een tang eraf te knippen. Ik zou hem gewoon laten hangen. Er wordt wat getwitterd in deze wereld en we proberen er een paar zinnige uit te halen. En de vraag die bij jullie ligt, zou je hem retweeten? Wilkin van der Kamp die schreef het volgende. Iedere heilige heeft een verleden en iedere zondaar heeft een toekomst. Die is wel mooi. Die is wel mooi. Ja. Ja, je zou hem retweeten? Ja, want een heilige is ook een mens als jij en ik. Dus die heeft ook een verleden en allerlei dingen die vergeven zijn. Ja. En een zondaar heeft een toekomst, want er is genade bij de Heer. Precies. En er mag een zondaar mag een heilige worden. Ja. Ja. Dus retweeten. Ik zou hem absoluut retweeten. Ja? Ik ook wel. Gaan we nog doen. Ja. Gaan we vandaag nog doen. Je gaat hem zelfs doorsturen. Ja, absoluut. Ja, als ik zou twitteren vaak, dan zou ik het misschien doen. Ik weet het niet. Misschien. Ja, maar ik... Deel sowieso weinig of retweet bijna niks. Nee, maar het is waar wat je zegt. Ja. Willem-Alexander, ik denk niet dat onze echte koning het is, maar die stuurde de volgende tweet. Hashtag Pinksteren landgenoten. Twee heerlijke dagen vrij om de uitstorting van de Heilige Geest te vieren en de stichting der kerk. Wij houden van u.
Zou dit echt van onze koning af kunnen komen? Nee. Nee. Het zou kunnen, maar ik bedoel, deze Twitter-account heeft ook heel veel humoristische dingen over landgenoten, inderdaad. Hè, dus dat, ja. Landgenoten. Maar ze hebben het wel aardig begrepen, dus. Ja. Zou deze koning hashtag grapjas dan een gelovige zijn? Of denken van de Stichting der Kerk? Dat is natuurlijk wel een heel klassieke taal, hè? Ja, dat is natuurlijk ook expres, denk ik, gedaan om het allemaal wat plechtig over te laten komen. Maar denk je, ja, de uitstorting van de Heilige Geest en de Stichting van de Kerk, dat is iemand die weet meer dan alleen maar van Pinkster is iets met de Heilige Geest. Ja. Want de Stichting van de Kerk, dat is toch echt wel een beetje inkraut taal, heb je het dan over? Klopt. Ja. Dus, maar of het is iemand die gewoon vroeger of gereformeerd of traditioneel is opgevoed, ja, en er nu wat meer van af is. Ja. En daar een ludiek grapje van maakt. Ja. Een beetje een cynisch grapje. Uitstorting van de Heilige Geest te vieren en de Stichting van de Kerk. Ja, zou het een grapje zijn? Ik zou hem retweeten. Jij zou hem retweeten? Ja. Het is in ieder geval humor. Het is waarheid als een koe. Dus, Het is waar en ook nog wel met een glimlach. Ja. Ralf Zegers die stuurde de volgende tweet. Kijk terug en dank God. Kijk vooruit en vertrouw God. Kijk om je heen en dien God. Ik vind dat laatste stukje mooi. Kijk om je heen en dien God. Ik denk van ja, dat is eigenlijk wat wij moeten doen. We moeten onze ogen open houden en kijken wat er om ons heen gebeurt. En daar wat aan doen. Ja, en op die manier God dienen. Want dat is de opdracht die we hebben gekregen van de hier. Yes. Leuk. Ja. Ja. Dat is vet. Ja. Dan zeg jij met name, Sharon, het laatste deel, dat spreekt mij aan. Ja, het eerste deel ook hoor. Maar puur even om te focussen, vind ik dat kijk om je heen en dien God. Denk van ja, we leven hier en nu. Laten we nu wat doen wat we kunnen doen, zeg maar. En vanuit onze talenten. Ja, dat vind ik wel mooi. Nou, ik hoor een retweet, Ron. Ja hoor. Ook? Ja. En vrouwtje, je twittert niet echt, maar toch. Ja, misschien. Maar misschien dat ik hem nog weer bij elkaar zou voegen. Want dan denk ik, weet je, terugkijken en God danken. Volgens mij is het essentieel om nu te danken, nu te vertrouwen en nu te dienen. Dus niet te veel achterom kijken? Nee. En ook niet vooruit? Ik heb het nu nodig om te danken en nu om te vertrouwen en nu om te dienen en niet. Ja. Oké. Dus dank God nu. Ja. Vertrouw hem nu. Ja. Kijk om je heen en nu. Aan de slag nu. Nu. Oké. Okay. Ja, dus niks gisteren, toekomst, vandaag. Nee. Helder. Als u twittert en u wilt wat de wereld in sturen, bijvoorbeeld over deze uitzending, gebruikt een hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen? Apenstaartje FAM7. Ron van der Spoel, hij is dominee. Maar hij is ook adjunct-directeur bij Open Doors. En ik praat met hem over de Nacht van Gebed. 13 op 14 juni wordt hij weer gehouden. Nou, 300 mensen hadden zich aangemeld op dit 300 moment. 300 gemeentes, ja. 300 gemeentes. Ja. Dat laten we daar zo'n 40 meedoen. Dan heb je hoeveel mensen? Dus gooi 1200 mensen die een nacht gaan bidden. Ja. Een nacht bidden. Aan het begin van de uitzending schets je dat al. Het is bijzonder. We zijn even vrij van alle prikkels. We kunnen ons focussen. Als je een nacht gaat bidden, hoe richt je dat dan in? Hè? Ga je dan echt om 12 uur, je zet de wekker, en om 12 uur ga je bidden? En dan, nee. Dan val je om 7 uur. Het begint 's avonds. Dus de aanvangstijden verschillen. De mensen zijn er natuurlijk ook vrij in. Maar het gaat om het gedachte dat je zeg maar door de nacht heen bidt. Dus meestal zegt dat het om 9:00 begint. Of om 9:00. Sommige gemeentes beginnen om 9:00. Er zijn een aantal dingen die ik heel mooi vind, wat ik heb gemerkt. Het is interkerkelijk. Dus uit allerlei kerken komen mensen op één plek bij elkaar. En vaak is dat ongeveer het enige moment in het jaar dat ze samen bidden. Dat is ook al zo gaaf. Hè? Dus dat mensen vanuit allerlei hoeken en gaten van kerkelijk Nederland in één gebouw komen. Dus in Amersfoort is dat een evangelische gemeente komen bij elkaar. En dan zit je met elkaar in het ene gebouw. En alle muren die er mochten zijn tussen kerken, alles valt weg. Als je samen je richt op hoe kunnen we samen bidden voor onze vervolgde broers en zussen. Daar begint het al mee, vind ik wel prachtig. Je ziet ook mensen komen en gaan. Dus sommigen die zeggen, nou weet je, ik kom een paar uur. Bijna, ja, de organisatoren en een harde kern, die zit daar de hele nacht. Mm-hmm. Maar wat mij vooral opviel, de eerste keren dat ik dacht dat ik daar naartoe ging, dacht, oh, toen werkte ik nog helemaal niet bij Open Doors.
En toen dacht ik, oh man, een nacht bidden. Hoe kom je die Hoe tijd kom door? Je die tijd door? Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Dat komt ook omdat er steeds items en landen en situaties zijn. Hè. Dus het wisselt elkaar steeds af. Je hebt dan een filmpje over een land, over een situatie, over een groep mensen. Daar praat je dan even over met elkaar. Wat raakt je? Wat zie je? Hoe zou dat voor die mensen zijn? Dan bid je met elkaar. Nou, dan zit je in groepjes met elkaar te bidden. En dan komt het volgende filmpje. Het volgende. En af en toe even een pauze tussendoor. Hè. Is ook altijd, iedereen zorgt ook altijd wel voor lekkers. En er is genoeg koffie. Het wordt altijd leuk aangekleed. Dat doen de organisatoren zelf. Hè. Dat doet Open Doors niet, maar dat doen mensen zelf. En het verbroedert ook heel erg onderling. Dus je gaat ook samen, ben je ook bezig met jongens, wij gaan ervoor. En kijk, wij willen graag dat zij het volhouden. Dat vind ik altijd een van de belangrijkste dingen. Open Doors zegt altijd tegen de christenen in zo'n land, probeer het hier vol te houden. He, probeer niet te vluchten. Ook al is het natuurlijk heel begrijpelijk uit Irak. Blijf en op dat je soort plek. Situaties. Maar als alle christenen uit een land verdwijnen, wie gaat daar dan ooit nog het licht laten schijnen? Dus vanuit die drive zeggen we heel voorzichtig, want ik bedoel, wij zitten niet in die situatie. Mijn kinderen worden niet door de leraar uit de klas gepest omdat ze christen zijn. Hè. Dat soort verhalen krijg ik steeds te horen. Die gaan huilend naar school en komen er huilend weer uit, want de leraar zegt in de klas, jongens, jullie mogen Pietje of Marietje wel pesten, want ze is een christenhond. En dus denk ik, ja, waar heb je het over? Maar wij zeggen, probeer alsjeblieft te blijven. Wij komen naast je staan. Wij en je broers en zussen in de vrije wereld, zogenaamd vrije wereld, wij komen naast je staan. En op die manier proberen we mensen te ondersteunen. Nou, laat dat nou een nacht, voel eens een nacht hoe het is om iets te moeten volhouden. Om even uit je comfortzone te stappen, even niet meer, nou, voor zover het mij uitkomt en ik het lekker en prettig vind, doe ik een gebedje. Maar gewoon, nee, wij gaan kijk, bidden is ook echt zo'n gebedsstrijd. Hè. Je worstelt, je brengt ze bij de troon van God. Het mag je ook zegt, iets kosten. Ja, mag je wat kosten. Hè. Een beetje à la Mozes van, ik ga niet verder als u nu niet met ze meegaat. Ja. Nou, iets van die gebedsstrijd, van het worstelen, van het knokken voor je medemensen, voor je medegelovigen, dat wordt ook in die nacht weerspiegeld. Dus je hebt ook avonden van gebed, maar het gaat erom, laat zien naar hen toe en naar elkaar toe en ook voor jezelf. Weet je, ik ga er echt voor. Ik wil God echt smeken om deze broers en zussen van me te ondersteunen en vast te houden. Ik kan me voorstellen, hè, want er worden filmpjes getoond gedurende de nacht. En je kijkt daarnaar en vervolgens ga je daar ook met elkaar voor bidden. Dat je denkt van, en nu wil ik de komende maanden horen dat zijn of haar situatie veranderd is. Dat ons gebed verhoord is. Ja. Heb je dat in de afgelopen jaren wel eens ervaren? Of dat naar aanleiding van zo'n nacht van gebed, dat je mag zeggen van, nou, er is zo gebeden voor hem of haar. Mm-hmm. Moet je kijken, in de periode daarop is er een enorme verandering of verbetering gekomen. Ja. Nee. Waarom ga je dan door? Nee. Ja, ik zeg dat heel radicaal. Ja. Nee. We kunnen namelijk wel verhalen vertellen dat situaties veranderen. Maar doorgaans niet. Dus ik zeg nu maar gewoon even nee. Ja. En wat ik daarin opvallend vind, is dat de christenen zelf dat ook helemaal niet raar vinden. Dus de mensen daar, die zeggen ook altijd, Ron, hè, wil je voor ons bidden? Wil je voor ons land bidden? Wil je voor ons volk bidden? Omdat zij geloven dat God een plan en een bedoeling heeft. Ook met het feit dat zij daar zijn en dat hun situatie is zoals die is. Dus zij accepteren het feit dat het voor hen moeilijk is om als christen te leven? Nou, accepteren, zeg je, dat staat toch in de Bijbel? Het hoort erbij. Dit hoort erbij. Als je christen bent, dan zal de wereld je haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Hoe kan iemand Jezus dienen en niet vervolgd worden? Allemaal dat soort bijbelgedeelten. Waar dat het kennen wij toch helemaal hier is. Niet? Jij kunt gewoon lekker op een podium zingen en over Jezus spreken. Vrouwke, jij kunt gewoon een boek maken en uitgeven. Ja. Wij zijn gewoon hartstikke luxe christenen. Nou, dat denken we. Kijk, waar ik steeds meer achter kom, dus in mijn eigen denken, juist door het vele reizen daarheen. En dat zij ook wel eens tegen mij zeggen, weet je, dat wij denken dat jullie het lastiger hebben met God dan wij. Want als je daar christen bent, dan ben je familie kwijt.
Je wordt verstoten, je moet vaak je dorp uit. Je hebt geen baanperspectief meer, geen toekomstperspectief. Je kinderen mogen niet studeren. Er zijn heel veel, je bent echt een tweederangs burger. Je wordt gewoon met de nek aangekeken, want jij verloochent de godsdienst waar iedereen mee bezig is. Hè? De islam of het boeddhisme. Jij bent de kwaaie pier. En zij zeggen dus, weet je, voor ons is het heel duidelijk. Wij maken een keuze voor Jezus. En dan heb je alleen nog maar Jezus. En dan beginnen ze helemaal te glunderen ook, hè? Maar ik heb toch Jezus, zeggen ze dan. Ja. Dan zeg ik, man, hè, wat erg wat je... Maar, dan zegt zo'n man of zo'n vrouw tegen me, ja, maar ik heb Jezus. Dus ze hebben heel erg... Ze komen ook allemaal uit de islam of uit het boeddhisme tot geloof in de Heer Jezus. En hebben opeens de vrijheid van het leven met God. Te midden van de gebondenheid. Hè? Dus het hele bijzondere vind ik, wij denken de situatie moet veranderen. Zij zeggen, maar wij zijn veranderd. Ja, wij zijn veranderd. En ik denk dat ze gelijk hebben dat wij het voor ons dat het voor ons soms lastig is. Jezus zegt ergens in de gelijkenis over het zaad. Driekwart valt niet in goede aarde. En een van die dingen die hij dan zegt is... soms komt het zaad niet op door verdrukking. En zegt er in één adem achteraan. Of door de verleiding van de rijkdom en de zorgen voor de dagelijkse omstandigheden. En ik denk dat verdrukking daar... een punt is waarmee de duivel probeert om mensen bij Jezus vandaan te houden. Of opnieuw vandaan te trekken. Maar dat verleiding van de rijkdom en de zorgen voor iedere dag... dat onze afdeling is. Dat herkennen we wel, ja. Het is dus een geestelijke strijd die gaande is over de hele wereld. Daar zie ik heel duidelijk en heel openlijk is daar die geestelijke strijd gaande. Omdat onze broers en zussen worden vervolgd, gevangen gezet... allerlei kansen ontnomen wordt. Hier... gaat het veel subtieler en hebben het vaak niet door. Maar het is dezelfde geestelijke strijd. En daarom denk ik dat we ons moeten realiseren. Jongens, vervolging is iets wat wereldwijd plaatsvindt. Alleen op verschillende manieren. En daarom leer ik zoveel van hen zoals zij zich wapenen tegen vervolging. En zeggen, weet je, we blijven er middenin staan. We willen proberen om niet weg te gaan. Maar om er middenin te gaan staan en te getuigen van Jezus. En dat geldt voor ons ook. Want voor ons is de verleiding om gewoon het leventje te leven in alle verleidingen, zeg maar, zoals onze buren dat ook allemaal leven. En vraag ik me wel eens af, wie ziet het verschil tussen mij en al mijn buren? En wat is dan dat verschil? En als je daar bewust op gaat concentreren en zegt, hé, maar dan ga ik dat echt anders doen, dan ga ik als Jezus doen. Nou, reken maar dat het opvalt en dat mensen denken, wat is dat voor een maloot? Ja, hij is bijzonder. En dan loop je het risico wel eens opmerkingen. Nou, in ieder geval wordt je wordt. Kijk, wij zijn vaak bang voor ons imago. Hè. Dan vinden ze me belachelijk of dan vinden ze me stom of zo. Ik denk dat daar onze zorg en onze angst zit. Wat ik leer van de vervolgde kerk is dat lijden hoort erbij. We gaan naar de heerlijkheid, we gaan naar de overwinning. Die is voor ons behaald aan het kruis door de Heer Jezus. Maar tot die tijd dat helemaal definitief heeft plaatsgevonden... ga je ook als christen door het lijden van Jezus heen. Neem je kruis op, ga achter hem aan. Het hoort erbij. Het hoort erbij. En dus als je zegt, heeft het gebed gevolgen? Ja, heeft gevolgen. Want zij houden het namelijk vol in ze het houden lijden. Het vol. Dat is het resultaat van gebed. Maar niet de gedachte die wij hebben... dat ze ineens net zo vrij worden als wij. Ik bid ervoor. Ik bid ervoor. Ja. Zij bidden ervoor, want het is onrecht wat er plaatsvindt. Dus natuurlijk bid je tegen het onrecht. Maar dat leg ik helemaal in Gods hand. Wanneer zijn koninkrijk komt en hoe die dat gaat doen. Helemaal voor hem. Maar ik pleit in zo'n nacht van gebed... Heer, hou ze vast en vul ze met uw geest. We kijken even naar een filmpje. Een van de filmpjes die tijdens de nacht van gebed te zien is. Ja. The day that we got arrested, I got a call from a stranger in the morning. He had some question about my car documents and asked me to go to the police station. They took all my documents, handcuffed me, and they told me that you are under arrest of being a Christian and evangelizing. We were afraid. For all we knew, this could be our last day on earth. We held hands and prayed to the Lord to calm our hearts. Our greatest fear was that we would break and say things out of His will. We prayed for strength. We wanted our captors to see we were confident and brave. If we are tortured, give us the power to stand fast in our faith. There are people in prison that nobody can hear their voices, and they need our help. And we promised some of our friends in prison to be a voice for them. We must be responsible for those who are in persecution and participate in their suffering. We are sure that God had a plan for many women there,
And as we were talking to them and, you know, we praying for them, we could see the changes in their lives. And it was so encouraging for us. And it was a great impact in our lives. Ja. Het mooie van dit verhaal is dat zij gevangen werden genomen vanwege hun geloof. In een vrouwengevangenis werden gezet. En daar is een gemeente ontstaan. Dus binnen no time werden heel veel Iraanse vrouwen bekeerd. Heeft God ze naar hun gebruikt om heel veel Iraanse vrouwen te bekeren. Dus de bedoeling was om ze monddood te maken. En er ontstond gewoon een nieuwe gemeente om hen heen. En dus de titel is ook van een gevangenis werd een kerk. Ja. Bijzonder, hè? En zo gaat het. En dat kan dus hier ook. Even. Dus zelfs in de verdrukking ook. Kun je danken. De omstandigheden maken niet uit. Als je maar vol van de Heere God bent en zegt, jongens, wie er ook om me heen is, ik vertel van de Heer Jezus. En dan gebeuren er dit soort machtige dingen. Ja. En als de kijkers mee willen doen, Nacht van Gebed, waar kunnen ze informatie vinden op welke locaties er gebeden wordt? Op onze site, opendoors.nl. Daar staat heel veel informatie over de Nacht van Gebed. Ook over de zondag voor de vervolgde kerk. Ik hoop ook echt dat heel veel voorgangers, 3000 voorgangers, hebben een preekschets gekregen, een map waar alle informatie in staat. Dus ik hoop dat heel veel voorgangers ook gaan preken over de vervolgde kerk. Althans over wat wij kunnen leren van hen. Wat we samen kunnen beleven met God. En dat het zo echt een hele mooie zondag wordt. Waarin heel veel mensen zich één voelen met die wereldwijde kerk van Christus. Mooi. Ron, tot slot, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Voor Iraanse gevangenen. Ik kan honderden gebedspunten noemen, maar we zagen net dat filmpje. Er zitten in Iran een aantal mensen ook echt in hele zware regimes gevangen. Dus dat wil zeggen dat ze gewoon echt gemarteld worden en het heel zwaar hebben. We kennen hun namen, die mag ik hier nu niet zeggen. Maar bid voor Iraanse broers en zussen die gevangen zitten. In Iran is het op het moment heel erg lastig voor de kerk. Mooi, dankjewel. De gebedspunten die in de loop van deze uitzending worden genoemd, ik noteer ze voor u. En dan straks tegen 11 zetten we ze nog even op een rij. Het gastenboek. Vorige week waren hier te gast Henk Medema, Marian Timmermans, Corian Matsinger en Helene Dekens. En met hen hadden we een speciale uitzending over boeken. En de vraag was, als je op vakantie gaat, welk boek neem je mee? Ze hebben een vraag voor jullie bedacht. Ik lees hem maar voor. Wat zou je doen als je geen stem meer had? Of wil jij even langer nadenken? Nou, het grappige is, ik kom zelf net uit een best een lastig jaar. Ja. Ik heb een geweldige tijd gehad. Mijn dochter is geboren, Isa. Daar zijn we ontzettend gelukkig mee. Ze is nu een jaartje en een paar weken oud. En, maar goed, tijdens de zwangerschap werd er ontdekt dat mijn schildklier te traag werkte. Dus moest ik medicijnen slikken. Nou ja, het was of een keuze voor de medicijnen of een keuze van mijn kind groeit waarschijnlijk niet goed. Dus bij ons was het voor, joh, we gaan er gewoon voor. We gaan voor die medicijnen. Niet wetende dat die medicijnen uiteindelijk een moeilijk effect, eigenlijk een verschrikkelijk effect zou hebben op mijn stembanden. Want ik ben naar de logopedist gegaan na de zwangerschap. En het bleek dat mijn stembanden gezond waren. Maar ik kon niet meer goed zingen. En normaal ben ik een sopraan, dat is de hoogste zangstem. En ik werd teruggebombardeerd tot tenor. Ik had het bereik van een tenor, dat is een mannenstem. Nou ja, dan schrik je wel. Ik kon niet meer de hoogte in. Men is gewend van mij dat ik altijd hartstikke hoog zing. En ik kon daar niet meer komen. Nou ja, ik was mijn stem kwijt. Nou, en wat doe je dan? Heel moeilijk. Het was echt een jaar met grote uitdaging voor mijzelf. Want de optredens waren wel geboekt. En dan zit je van, ja, moet ik ze afzeggen? En de logopedist zei ook van, joh, je moet gewoon blijven zingen. Je moet gewoon doorgaan. Ja. En voor mij was het van, ja, ik ben echt, ik merkte, ja, ik geloof dat God met alles een plan heeft. Dat geloof ik altijd. En voor mij, ik moest echt leren dat mijn stem, het zingen zelf, niet mijn zekerheid is. En ik dacht dat ik dat wel wist. Ik dacht, ja, ik geloof in God en ik vertrouw op hem. En hij is mijn zekerheid, hij is mijn rot. En dan toch kom je erachter wanneer het dan niet meer is, wat je altijd hebt gekund. Ja. Dat je dan toch merkt van, oh, ik heb toch altijd vertrouwd op mijn kunnen. Mijn eigen kunnen. Nou ja, ja. En dat, dan word je daar in één keer mee geconfronteerd. Ja. En nu, je kunt weer een tandje hoger? Ja, ik kom een heel stuk hoger, ja, gelukkig. Ja? Oh, heerlijk. Ik ben er nog niet helemaal, maar wel bijna. Ik zit op 95% zo ongeveer van wat ik heb gekund. Dus Maar dan moet je hard voor werken waarschijnlijk. Oefeningen doen, maar ook vooral blijven zingen en loslaten.
Ik weet niet wanneer het vrijkomt. Maar goed, ik heb wel een hele hoop geleerd door het hele proces heen. Ja. En dat, ik denk dat ook de bedoeling was van de Heer. Ja. Ja. Nou, de vraagstellers wisten niet dat dit jouw verhaal was, denk ik. Dat is wel mooi, slaat wel mooi aan. Ja. Wat zou je doen als je geen stem meer had en je moet een preek houden zondags? Oh, het lijkt me echt vreselijk. Ja. Nooit gehad? Nee, wel eens heel schor en zo. Dat je met allerlei vliegend trekwerk toch probeert te preken. Ik ben een spreker, merk ik. Ik bid de laatste tijd wel heel vaak om de gave van het schrijven. Omdat ik merk dat schrijven ook wel heel veel, met je boek en zo, dat schrijven heeft wel heel veel impact. Dus spreken, dat is mijn natuurlijke ding. Dat is de gave die God me gegeven heeft. Vind ik heerlijk voor kleine groepen, grote groepen. Zet mij maar voor een groep en dat vind ik geweldig. Om iets te mogen vertellen, doorgeven wat je hebt ontdekt. Maar schrijven heeft wel heel veel impact, ook op de lange termijn. Mensen lezen het, kunnen het nog eens teruglezen. Dus stel dat je dat ik geen stem meer heb, dan ga ik schrijven. Dan ga je schrijven, ja. En vrouwtje, stel je stem zou je kwijt zijn. Ja, lastig hoor. Ik zit even te denken. Ja, volgens mij ga ik twitteren. Nee hoor, mijn eerste gedachte was net, volgens mij ga ik heerlijk veel schilderen. Dat neem ik me al jaren voor, dat ik daar meer tijd voor moet maken. En dat je door middel van anderen beeld een opdracht of een boodschap doorgeeft. Nou, jullie mogen een vraag bedenken voor de volgende gasten. Ruud Bouwman van LiveSpot. Jacob Westland, People International en Kirsten Alting, zangeres. Dus succes, de pen en het boek. We zijn er zo weer, na de reclame.